Marcel Achterberg van Gildegroen is weer bij ons in de studio aanwezig. En Marcel, ja, het zonnetje schijnt buiten. De meteorologische lente is begonnen. Moeten we de tuin alweer zomer of voorjaar klaar gaan maken? Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Geleidelijk aan kunnen we er inderdaad weer mee beginnen. Een mooie weer is er. Begint de jeuk in de vingers. We willen wat, we willen graag. Ja, bij jou wel, maar wij nog niet hoor. Nee, toch niet? Nou, ik heb dat wel hoor. Ja. Ik heb wel. Weet je, het leuke van deze tijd is dat je gewoon de tulpjes op de tafel kan zetten. Waardoor je alweer het voorjaargevoel krijgt. Ja. Maar met 3 weekenden, 4 weekenden met storm wil je toch echt onderhand wel een keer naar buiten. Ja, dat is ook toch wel waar. Ja. Die regen zijn we onderhand wel zat. We hebben genoeg water gehad. Ik denk dat de tekorten aardig aangevuld zijn. Dus, Krijgen we in één keer weer een paar nachten nachtvorst. Ja, goed, weet je, dat is moeder natuur en dat wijst zichzelf wel weer. Daar kun je best wel een beetje op inspelen. Maar geleidelijk aan alles een beetje aan kant maken. Een klein beetje blad wegruimen. Uiteraard van het gras wat er nog een beetje onder zit. Dat weer lucht geven. Mm-hmm. Dat het water goed weg kan. Verticteren al? Of niet? Nee, daar zou ik nog mee wachten. Ja, daar moet je echt wel tot half april denk ik mee wachten. Want de temperaturen anders gewoon wat hoger zijn. Dat het gras echt aan de groei gaat. Ja, het vriest nog natuurlijk, hè? Ja. En het heeft natuurlijk de afgelopen maanden is het wel qua temperatuur zo hoog geweest dat het gras af en toe best wel groeide. Maar om goed te herstellen heb je toch een hogere temperatuur nodig. En dan praat je toch al gauw tussen de 12 en de 15 graden wil het fatsoenlijk van de grond komen. Dus op het moment dat je dan gaat verticuteren, dan zorg je er uiteindelijk voor dat het gras gesnoeid wordt als het ware op de wortels. Want dat doe je. Maar je zei al, het is wel belangrijk om al wat lucht te geven. Dus het blad, dat ligt natuurlijk vol op het ogenblik. Ja. Dat al vast weg te gaan halen. Ja, dat zorgt ervoor dat je in ieder geval minder verrottingsverschijnselen onder het gras kunt hebben. En dat in ieder geval vast op gang. Maar ook komt. In de borders? In de borders mag het best blijven liggen. Ja, want wormen gaan op dit moment heel erg hun best doen om dat de grond in te trekken, om daar humus van te gaan maken. Dat is eigenlijk alleen maar beter voor de grond. En voor de beestjes natuurlijk. En uiteraard voor alles wat daar leeft in die grond. Want dat heeft het hard nodig. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die grond ook beter waterdoorlatend wordt. Dus dat is best wel heel erg belangrijk. Ja. Wat me opvalt, Marcel, is dat we een beetje vooruit lopen. De krokusjes komen de grond uit. Je denkt dat het voorjaar is, maar we lopen echt, ik denk 2 maanden, 3 maanden misschien. Ja, anderhalf tot 2 maanden lopen we ongeveer voor. Inderdaad, struiken die eigenlijk in april zouden moeten bloeien, die bloeien nu al. Mm-hmm. We zien dat eigenlijk vanaf begin januari die krokus of de narcissen al bloeien. Ja. De tulpjes beginnen enigszins te komen. Dus ik denk dat we dit jaar ook een hele vroege tulpenroute zullen hebben. Krijgen ze daar weer problemen. Hè? Dan krijg je daar dus weer problemen met evenementen die erop afgestemd zijn. Dat is gepland op een bepaalde periode. Ja. Maar dan ver van tevoren bloeien al die tulpen dus, er bloeit dus nu echt best al wel veel. Is dat uniek voor 2020 of was het vorig jaar ook al dat we eerder? Je merkt wel dat het steeds meer verschuift. Dat het vroeger komt. En dat is dus zo'n vorm van klimaatverandering die je ziet. En ik denk dat zijn wel de kenmerken om op te letten ook. Vandaag de dag merk ik ook gewoon dat het najaars- of winter klaarmaken van een tuin, dat het eigenlijk steeds verder opschuift richting december. Daar praatte je vroeger in oktober over. Ja. Maar dat betekent ook dat je langer door kunt blijven werken met je werkzaamheden in die tuin. En eigenlijk die winter wordt voor je gevoel steeds korter. Je hebt een lange herfst, maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Dus daar merk je dat het gewoon heel erg wisselt. En dat zijn af en toe wat speldenprikken die je van de winter nog terugkrijgt. De echte winters hebben we niet meer. Nee. Ik bedoel dat je alle potten binnen moet gaan zetten omdat je bang bent dat alles bevriest. Bekenvorst en overdag niet meer boven nul uitkomen. Nee, incidenteel heb je dat. Zo'n anderhalf jaar terug. Dat je even nog een flinke week kou hebt en koude wind hebt. De weerman die zei vandaag 2 jaar geleden konden we schaatsen. Dus toen was het echt wel een frisse. Toen hadden we het nog wel. Dus zijn we nog niet een beetje te vroeg met onze conclusie van misschien moeten we langzamerhand aan klimaatverandering gaan denken. Een lange tendens dat het verschuift. En dan praat ik, als ik nu kijk, ik zit 25 jaar in het vak, dat je geleidelijk aan die verschuiving wel terug ziet komen. Mm-hmm. Maar het blijft moeder natuur. En die is heel wispelturig. Ja. Gelukkig. Even nog even over dat gras. Hè. De blaadjes eraf halen. Moet daar al iets op of zo? Iets strooien? Ja, of zo? Rond deze periode kun je heel goed eigenlijk met een zachte kalk aan de gang gaan. Dat zorgt ervoor dat er voedingsstoffen uitgewisseld gaan worden. Dan wacht je nog eventjes met bemesten. Dat gaat ook richting eind maart, begin april. En dan is het goed aan de groei. En dat geldt eigenlijk ook voor je borders. Op dat moment kun je heel goed je meststoffen toepassen. Het wordt optimaal opgenomen. Mm-hmm.
En zeker met de hoeveelheden regen die we vandaag de dag hebben, geef iedere keer kleine hoeveelheden meststoffen. Dat is efficiënter, je gooit eigenlijk minder weg. En het resultaat is eigenlijk net zo goed, zeker ja. net zo goed. En is dit ook de periode om het mos al aan te pakken als je dat in je gras hebt zitten? Dat heb je ook met die kalk een beetje. Ja, dat doe je inderdaad voor een deel met die kalk. En dan het verticuteren komt er nog eens een keer achteraan, waarbij je een groot gedeelte weghaalt en je verandert inwendig in die grond eigenlijk wat. Hè? Ja, oké. Okay. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je ook minder kalk... Tot slot, ik wil nog even een vraag stellen. Als je, want het, we gaan zo meteen wat meer van die zon krijgen en dus ook genieten. Als we nou wat op de pot kunnen zetten in de tuin, iets wat al gaat bloeien, wat is op het ogenblik, wat doet het lekker? Ja, wat op dit moment nog heel erg veel er staan, dat zijn dus toch wel die winterviolen. Dat is nog volop in de handel. Maar je merkt eigenlijk dat dingen als madeliefjes en dergelijke, die beginnen al wel te komen. Die staan ook in het gras op dit moment al te bloeien. Hè? Dus wat dat betreft is het ziet er ook meteen zo gezellig uit. Zo ja, leuk ook. En toch aan de andere kant ook wel een beetje voorzichtig zijn. Want het echte zomergoed, ja, dan moet je toch aan eind april, begin mei denken. Dan toch even die ijsheiligen in het achterhoofd houden van... Het is nog heel ver weg. Ja, het is nog heel ver weg. Maar ja, weet je, je hebt wel het gevoel dat je al wil. Ja, precies, dat is het. Heb je zometeen nog voor ons een tip om de tuin alvast een beetje voorjaar klaar te maken? Ik kan daar nog wel even een tip voor geven. Tot zo. Ja, ik denk dat je geleidelijk aan in potten of iets dergelijks... kun je je eerste zaden zeg maar vast opkweken om je zomergoed neer te zetten. Maar om bijvoorbeeld ook fruit of klein fruit, zoals we dat noemen, zacht fruit. Wat is dat? Frambozen of druiven. Nou, druiven, ja, het zou ook kunnen. Als je ze lang laat hangen, zijn ze zacht. Het was een grapje. Het was een grapje. Maar je zou bijvoorbeeld al wel dingen als bonen of tomaten kunnen zaaien. En dat je die potten gewoon her en der tussen je planten in de tuin te zijn een tijd neer gaat zetten. Hoe groot moeten die potten zijn voor zeg maar een tomatenboompje? Centimeter of 30 in doorsnijden, zeg maar. Dan heb je mooie potten. Gewoon verse grond in gaan gooien, verse potgrond. Geen bemeste tuinaarde, want dat is heel zuur. Oh. Gaan je planten eigenlijk eerder van kapot als dat ze er beter van worden. Gewoon verse potgrond? Gewoon goede potgrond kopen. Dat is zeker de moeite waard om dat daarin in toe te passen. En dan kun je je eigen groenten eigenlijk tussen je bestaande planten gaan kweken. Dat is ook leuk voor met de kinderen natuurlijk, om te leren hoe het groeit. Hè? Dat ze het zien hoe het groeit. En dat is een heel ander gevoel als dat je denkt van het komt uit de supermarkt en ik haal het uit dat kratje en daar komt het vandaan. Dus dat is gewoon een hele leuke ervaring op velerlei wijze voor kinderen. Moet je daar ook een beetje rekening houden met beestjes die erin komen te zitten? Want ik hoor een hoop ouders nu alweer denken, maar als het in de eigen tuin zit, dan is het niet bespoten en dan zitten er van allerlei vieze beestjes in en aan en op. Maar dat is juist de puur natuur, hè? Dat is wel goed, denk ik. Dat zijn de buitenbeentjes, maar laat ze maar lekker de buitenbeentjes zijn. Want je ziet wat je eet. Je weet wat je eet. Okay. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ja, je had het over zure grond. Dat is de regen uiteraard ook. Maar de regenton is natuurlijk ideaal voor de tuin, hè? Ja, en dat heeft ermee te maken dat eigenlijk gewoon heel gezond water is. Dat wil zeggen, er zullen best wel wat stoffen in zitten. Maar het is eigenlijk gezonder als drinkwater om toe te passen. En zoveel beter voor het milieu. Ja. Vang het lekker op in een grote regenton. Zeker. Ja. En besproei je tuin gewoon met een gieter. Ja. Want afkoppelen, dat is vandaag de dag wel een item. Probeer inderdaad zoveel mogelijk regen van je regenleidingen, van je hemelwaterafvoer op te vangen. Ja. En dat toe te passen. En, weer terug de grond in te stoppen, zeg maar. Hè? Liefst zo kort mogelijk inderdaad terug de grond in te stoppen. En daar optimaal gebruik van te maken. En dat kan vandaag de dag zelfs met regenschuttingen of iets dergelijks. Waar je dus waterreservoirs als schuttingdeel gebruikt. Mm-hmm. Er zijn hele mooie opvangmethoden om regenwater op te vangen. Of gewoon efficiënt via een stroompje door je tuin heen te laten lopen. En geleidelijk aan dan... Dat het overal een beetje druppelt en zo. Ja, dat is ook wel ideaal. Handig ook weer en makkelijk. Goed, nou, leuk. Een paar leuke tips weer van je gehad, Marcel. Dankjewel.